Een nieuw entreegebied voor de Efteling, de eerste glimpjesdecoratie van Dans Macabre en weer een granaat in de Efteling. Of toch niet? Er zijn van die weken waarbij het gewoon niet ophoudt. Maar er gebeuren ook andere dingen en daar ga ik het eerst over hebben. Ja, want er gebeurt in de Efteling natuurlijk groot en klein. En dat kunnen we ook niet onbenoemd laten, dus laten we beginnen buiten de Efteling. En ik begin, zoals altijd, op de parkeerplaats. Hier zijn ze nog steeds heel druk bezig met de tunnel. Op dit moment zijn ze bezig met het storten van beton. En we zagen ook nog een foto van Nick vanuit de lucht. En het ziet er gewoon op zich best goed uit. Ook nog iets opvallends, want de Europalaan was op 20 maart gesloten 's middags. En ik weet niet zo goed hoe dat je dan van of naar de Efteling gekomen bent. Dat is op dit moment niet duidelijk, maar wel erg onhandig. Maar vanuit gaat het om asfaltwerkzaamheden aan de Europalaan. Tja, ook dat is natuurlijk gewoon nodig. We gaan richting het Huis van de Vijf Zintuigen en hier lijken ze klaar te zijn met de werkzaamheden. Alle gaten in de grond zijn weer afgedicht met van die plaatjes en verder alle schilderwerkzaamheden zijn ook afgerond. Het kraaiennest ziet er netjes uit, maar we zijn nu wel bezig met schilderwerkzaamheden aan de zijkant bij de evenementenkassa's. Ze hebben ook nog wel een kabel getrokken door het Huis van de Vijf Zintuigen en afgelopen week waren de controlepoortjes ook deels gesloten. Dit ook in verband met schilderwerkzaamheden. Ook nog wat dingetjes qua merchandise, want zo is het natuurlijk een puzzel van Fata Morgana. Deze heeft 1000 stukjes, maar hij komt binnenkort van 5000 stukjes. Dat is natuurlijk wel heel erg tof. En nog een heel ander dingetje. Maar afgelopen winter hadden we natuurlijk van die houten ornamentjes van de Efteling. Bijvoorbeeld van Joris en de Draak en van Baron. Die kun je nu gewoon online downloaden. En dan kun je ze via je printer, kan je ze 3D uitprinten. Dat is natuurlijk wel ontzettend tof. Ik link hem hier beneden. En dan kan je hem zelf een kleurtje geven wat je wil. Maar wel vet. We lopen door en dan zien we heel veel graafwerkzaamheden. Zo zagen we afgelopen week al graafwerkzaamheden bij de oliebollenkraam. Nou, daar zijn ze nog niet mee opgehouden, want er zijn nog meer plekken. En ze hebben ook gegraven naast de Aquanura-vijver. En ik moet zeggen, deze plek is echt al heel vaak open geweest. We gaan een kijkje nemen bij Efteling Grand Hotel. En ook deze week is er niet heel veel progressie. Vanaf de grond kun je eigenlijk niks zien. Maar gelukkig hebben we Nick die vanuit de lucht wel wat kan zien. En zo zien we dat ze aan de rechterkant nu wel bezig zijn. En dat ze ook één prefabmuurtje geplaatst hebben aan de kant van het Huis van de Vijf Zintuigen. En ik ben dus even gaan tellen en we hebben 9 muurtjes erbij gekregen in 1 week. Op dit moment is de bouwplaats compleet uitgestorven. Het is ook doodstil. Ja, ik weet het niet jongens. Ik heb in de wandelgangen gehoord dat het weer vertraging opgelopen heeft. En dat kan toch eigenlijk ook niet anders, want dit schiet gewoon voor geen meter op. Ja, ik moet niet helemaal liegen, er zijn nog wat meer dingen gebeurd. Want er zijn ook nog nieuwe trappen geplaatst en er is ook nog een boog geplaatst. Nou, spannend. This weight on my shoulders slowing me down. I don't know how it came about. En ik wil nog één dingetje rechtzetten, want vorige week zei ik dat de koffiekraam hier in het Fantasierijk alleen het weekend open was. Nou, die is nu ook gewoon geopend, dus blijkbaar is het wel gewoon door de week ook open. Lekker. We gaan richting Fabula en hier zien we dus twee dingen. Zo is er een lamp kapot en een soort van bubbelbuis. Moet even naar gekeken worden. En dat geldt ook voor de lampjes op de eerste verdieping. Hier hangen ze, maar die hebben hun beste tijd ook wel een beetje gehad. Verder ook nog goed nieuws, want de fonteinen op de Paroussomanade die werken weer. En dan gaan we eens kijken bij glad ijs. Of moet ik zeggen, de vorstelijke vrieskamer. Want er komt hier een nieuw concept, want vroeger kon je hier Ola Swirls halen. Nou, Ola stopte ermee, toen gingen ze hun eigen swirls doen. Maar nu gaan ze hier gewoon soft ijs verkopen, alleen noemen ze ze ijspegels. En ze hebben 3 soorten. Ze hebben ze aardbei merengue, hebben ze stroopwafel karamel en hebben ze Kinder Bueno en chocola. Ja, hele andere dingen natuurlijk. €5,25 per ijspegel. En deze zijn zometeen ook te verkrijgen bij La Dame Blanche, bij het horecapuntje, bij het Witte Paard. Gaan we ook nog even kijken bij de buurman, Polles Keuken, want die is gelukkig ook weer geopend. En ik moet gelijk even wat recht zetten, want ik had het over nieuwe seizoenspannenkoeken. Ik liep een beetje achter, want dit waren de oude seizoenspannenkoeken. En er zijn nu ook weer nieuwe seizoenspannenkoeken. Ze hebben een pannenkoek met buikspek, yakitori saus en spinazie. Je moet ervan houden. En hebben we een lemon curd, koekruimel en perzik. Klinkt voor mij iets beter. Maar wel fijn dat het eindelijk weer open is en dat er nu ook weer lekkere nieuwe pannenkoeken zijn. Dus gaat het zien. Gaan we ook nog een kijkje nemen bij Symbolica. Want helaas was de koning zijn kroon kwijt afgelopen week. Maar gelukkig heeft hij die weer op. En er was ook nog een klein probleempje met de projecties, zodat je je foto's ziet. De projecties deden het niet. Die foto deed het wel. Die kon je uiteindelijk gewoon kopen. Maar je zag hem dus niet in de attractie. Dus dat was wel jammer. Nou, tot zover alles hier in het Fantasierijk. Wij gaan lekker door naar het Sprookjesbos. Vind je het nou nog steeds heel erg leuk? Waarvoor dank. Ik zou het heel tof vinden als je even op het abonneerknop drukt. En dan gaan we gauw verder. Hey, met zonder jas, lekker man. We gaan weer door een roosje kijken in het Sprookjesbos, want daar gebeurt heel erg veel op het buitengebied. Het kasteel zelf lijkt aardig klaar te zijn, maar ze zijn heel druk bezig met de vijver. We wisten natuurlijk al dat de vijver groter ging worden en dat zijn ze op dit moment aan het doen. Ze hebben nu alles uitgegraven en ze hebben de vijverfolie ingelegd. En de bestaande vijver hebben ze een nieuwe coating op aangebracht.
Daar waren ze dus blijkbaar vorige week mee bezig. Ook is het nieuwe uitkijkje grotendeels klaar. Je ziet nu een heel plateau zitten. En we zien ook allemaal aanhechtingen waar zometeen de paaltjes in gaan komen. Want ja, er moet natuurlijk een hekje komen, anders val je erin. Er is ontzettend veel nieuwe beplanting aangekomen en is ook al aangebracht. En er zijn heel veel mensen op dit moment bezig om het allemaal in goede banen te leiden. Dus het gaat echt de goede kant op. Ook liggen er heel veel nieuwe rotsen hier en daar. En ook de nieuwe waterval, waar de nieuwe rotsen gemodelleerd zijn, dat ziet er ook echt al heel erg mooi uit. Dus ze zijn echt heel erg lekker bezig. Er vielen nog wel twee dingetjes op, want zo waren de bomen ingepakt. Zal wel een reden voor zijn. En was ik een deurtje open blijven staan en zagen we dus de controleruimte van Doornroosje. Dat is natuurlijk wel heel erg tof. We gaan door naar het paddenstoelenparcours, want hier waren de metingen afgelopen week. Is niet heel vreemd. Waarschijnlijk is het gewoon na oplevering gekeken of alles goed is. Gebeurt wel vaker. En er is ook nog iets gebeurd bij de buurman er tegenover, want er is een paddenstoel aangesmeerd. Ja, dat zal ook wel nodig zijn. We gaan door naar Langnek. Hier zijn graafwerkzaamheden op dit moment. En waarschijnlijk zijn ze kabels aan het trekken als ik het zo kan zien. En ook nog onderhoudwerkzaamheden bij de monstervis van Pinocchio. Er staan momenteel hekken omheen. Er zijn schoonmaakwerkzaamheden en zijn oog ligt open. Ja, het ziet er heel erg vies uit. Zijn oog ligt open. Maar het is wel heel erg fijn, want het oog doet het al heel lang niet. Dus het is heel erg fijn dat er even naar gekeken wordt. En dan gaan we ook door naar Draaklichtgeraakt. Want hier was afgelopen week ook weer een probleem met zijn kaak. Helaas bleef hij helemaal wagenwijd openstaan. Maar dit is ondertussen ook alweer opgelost. Dat hebben ze lekker snel gedaan. En we hebben eindelijk meer informatie over Hans en Grietje. Want we weten natuurlijk al een tijdje dat Hans en Grietje in onderhoud gaat. Nou ja, gesloopt gaat worden. En volledig herbouwd gaat worden. En dat gaat 8,5 maand duren. Ja, dat is echt serieus lang. Het sprookje is van 3 april tot en met 20 december niet beschikbaar. Dus dan gaan we natuurlijk op de voet volgen. Maar wel echt een hele lange tijd dat het ervoor uitgestrekt wordt. Ja, ik had verwacht dat het wel sneller zou gaan. Goed, maakt niet uit. We gaan naar het Herautoplein en hier, nadat het redelijk zijn voltooiing, zijn het laatste stukje stenen bezig. En daar hebben we ook wel van de gelegenheid gebruik gemaakt om de nieuwe plantjes in te zetten. Dus hier zijn ze het ook niet vergeten. Ook nog een dingetje bij de kleine klaroen, want hier hebben ze het bord weggehaald. Die zal waarschijnlijk opgeknapt worden. En dan ziet zometeen het Herautoplein er weer helemaal prachtig uit. Ik loop er heel snel aan voorbij, maar mevrouw Holle, die doet het ook gewoon weer. Dus waarschijnlijk stond hij gewoon uit. Dan moet ik wel zeggen dat het Herautoplein nog steeds uitstaat. Maar ja, ik snap dat op zich wel. Indische waterlelies, die staat ook uit. Althans, die is gesloten op dit moment. En ik weet niet zo goed waarom. Maar ja, daar moet misschien ook even naar gekeken worden. En de Chinese nachtegaal is ook weer open. En ik heb heel goed nieuws, want de Chinese nachtegaal himself, die werkt ook weer. Heel lang deze snavel zit niet meer en zag het er een beetje troosteloos uit. Maar die doet het weer heel erg mooi. Dus die hebben ze opgeknapt en daar ben ik echt ontzettend blij mee. Ook nog een hele kleine aanpassing in de Efteling app. Want je kunt je Albert Heijn tickets inscannen via een QR-code. Werkt dat nou niet, dan heb je boven in beeld een vraagtekentje. Als je daarop klikt, dan kan je een code intoetsen en dan lukt het alsnog. Mooi meegenomen. En laten we nu eens gaan kijken in de Marenrijk, want er was weer een granaat gevonden achter Droomvlucht of Ravelijn, of was het toch geen granaat? Spannend. We gaan het eens hebben over het Marenrijk. En mocht je nou denken, joh, waar blijft het nou, die verhalen over die parkeerplaats? Geen zorgen, daar komen we vanzelf. Je begint op de parkeerplaats en je eindigt op de parkeerplaats. Zo gaan die dingen. We beginnen bij de stoomcarousel en hier hebben ze nieuwe dingen teruggeplaatst op de gevel. We zien een soort gouden hoofden. Ik weet niet of ze er vroeger ook al zaten, maar het ziet er wel geinig uit. Verder is er helaas niks teruggekomen, maar beetje bij beetje komt dat vanzelf wel weer. Gaan we nog diorama in, want daar is iets heel bijzonders gebeurd. Er is een nieuwe animatronic gespot. Nou ja, het is een echte muis. Ja, die liep daar door het decor. Ja, kan natuurlijk gebeuren. Wel een soort Godzilla voor alle bewoners die daar waren. Heftig. Ook nog ander nieuws, want er is dus een bedrijf bezig om het nieuwe besturingssysteem te maken voor diorama. Makina Modelbouw uit Waalwijk is heel druk bezig om te laten zorgen dat de treintjes zo meteen weer stoppen op alle stations. En dat de treintjes ook gewoon überhaupt weer gaan rijden, want er is nog wel eens een probleem hier en daar. En het is natuurlijk ontzettend gaaf, want als de treintjes echt weer gaan stoppen op de stations, ja, dat is wel weer een heel stuk levendiger. Dus ik ben heel benieuwd wanneer dit gaat komen en hoe ver dat zal zijn. Maar het zag er in ieder geval heel tof uit en tof dat de Efteling hier geld in blijft investeren. En dat geld dat halen ze bijvoorbeeld uit fruit. En dat zien we bijvoorbeeld ook bij de Gelaarsde Kat. Want die hing een bordje dat het fruit 50 cent kostte. Ja, die prijs is dus een euro geworden. Dus je betaalt nu een euro per hand fruit. En ik heb het even nagevraagd. Wist ik helemaal niet. Ze verkopen daar blijkbaar echt fruit. Maar ja, weer wat geleerd. Ook is er een nieuw beeld teruggekomen aan de zijkant van de Gelaarsde Kat. Want ja, hier wordt nog steeds een beetje aan geklust. En aan de stoomtrein wordt ook nog steeds geklust. Want helaas is die aan de onderhoudskalender toegevoegd tot halverwege mei. Dus ja, tot die tijd hebben we nog maar één locomotief. En is de wachttijd dus vrij lang. En is die dus om de 5 dagen een dag dicht. Zonde. Op het Tom van de Venplein had je vroeger van die bomen staan. Een tijdje geleden deed ik mijn beklacht hierover. Omdat ik vond dat het heel kaal was. Nou, daar hebben ze naar geluisterd. En ze hebben nu een paar manden neergezet met bloemen erin.
Misschien had ik iets duidelijker moeten zijn. Ik hoopte eigenlijk dat ze de bomen terug zouden planten. Maar goed, mag een gegeven paard niet in de bek kijken. Gaan we naar Droomvlucht, want hier was afgelopen week weer een granaat gevonden. Althans, daar leek het op. Er was een granaat gevonden achter Droomvlucht, hoogte van Ravelijn. Maar uiteindelijk bleek het dus helemaal geen granaat te zijn en is het met een sisse afgelopen. De Droomvlucht is even tijdelijk gesloten geweest en de EHBO en de BHV en alles is die kant op gegaan. Maar goed, uiteindelijk dus een storm in een glas water. En er was ook nog een mooi filmpje online gekomen van een storing in Droomvlucht. Mensen zaten vast in de sterrentunnel. Als je dacht dat de Hemelburgte scène niet heel posant was, nou, die sterrentunnel, die is nog veel lelijker. Ik heb wel nog ander nieuws, want ze gaan de virtual reality Droomvlucht ook weer opnemen. En dat gaat op 11 april zijn. Wanneer die dan uitkomt, zal het natuurlijk nog wel even duren. Maar het is vet dat ze er eindelijk mee aan de gang gaan. Gaan we naar Ravelijn. Eindelijk wat nieuws over Ravelijn. Want Ravelijn is natuurlijk nog tot 5 april gesloten voor de wintersluiting. Maar ik zag vanochtend wel de paarden weer aankomen bij Ravelijn. Dus ze zal hoogstwaarschijnlijk weer getraind worden. Dat is natuurlijk heel goed nieuws. En ze hebben ook Draconicon weer helemaal in elkaar gezet. We zagen op een foto van Nick dat heel zijn nek weer goed en mooi in elkaar zit. Dus hey, mooi. Eindelijk weer een update van Ravelijn. Lekker. We gaan het eens even over plantjes hebben, want bij Villa Volta hebben ze nu ook alle potten van plantjes voorzien. Leuk dat ze dat ook doen. En ook op het Antelpiekplein hebben ze heel veel planten neergezet. En hebben ze ook de potten die daar staan vervangen voor nieuwe potten. Dus ja, het ziet er allemaal weer lekker uit. Ook nog wat andere dingetjes, want Efteling had vroeger natuurlijk 4 ingangen. Noord, oost, zuid, west. En de hoofdingang die bevond zich op de plek waar ongeveer het Volk van Laaf ligt. En daar zien we buiten de Efteling op de Europalaan, zien we daar nog een mooi eerbetoon van. Het is een opening in de geluidsmuur en helaas is daar met graffiti flink op gekalkt. Dus ja, dit moet even schoongemaakt worden. Verder zijn er ook werkzaamheden op het dak van Spiegeltje Spiegeltje en heb ik eindelijk een update over de zoete inval. Er gebeurt natuurlijk al heel lang niks, maar ik weet nu eindelijk hoe het komt, want ze moesten een bouwvergunning aanvragen voor wat aanpassingen aan de constructie van het gebouw. Mag natuurlijk niet zomaar en dat moet eerst goedgekeurd worden, dus daarom ligt het nu tijdelijk stil. Of we er iets van gaan zien of niet, dat weet ik niet, maar de vergunning is ingediend. Nou is het wachten tot die goedgekeurd is. En ook nog een mooi dingetje bij de vlindermolen hier naast mij. Want afgelopen week hadden ze een ding hangen, het zal vast een naam hebben. Maar dat is leuk, want dat zie je wel eens op een kermis. Die moet je dan proberen te vangen en als je hem vangt, dan win je een gratis ritje. In de Efteling natuurlijk niet van toepassing, want alles is al gratis, maar wel vet dat ze dat toch doen. En nog een laatste dingetje, want je kan natuurlijk suikerspinnen halen bij het suikerhuis. Alleen hebben ze geen suikerspinnen to go meer in van die emmers in verband met het plastic. Maar niet getreurd, want in de souvenirwinkels van de Efteling hebben ze ook nog suikerspinnen in plastic. En dat mag blijkbaar wel. Nou, tot zover alles hier in het Marenrijk. Wij gaan lekker door naar het Reizenrijk en dan gaan we het eens even hebben over een campagne die fans opgestart hebben om muziek terug te krijgen. We gaan maar een kijkje nemen in het Reizenrijk en die zijn ze aan het poetsen geweest op de Dubbele Laan. Laagseizoen, dan maak je dingen schoon. Dan moet ik zeggen dat sommige van die lantaarntjes ook wel een schilderbeurtje kunnen gebruiken. Maar het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat ze ze al geschuurd hebben en binnenkort in de lak staan. We gaan het in de gaten houden. We gaan kijken bij de toiletten. Daar is een deur gesneuveld. Of dus, hij was weg. Dus waar hij heen is, geen idee. Ik hoop dat hij snel weer terugkomt. Ook nog dingetjes bij Carnaval Festival. Want vorige week meldde ik al dat er heel veel gemaakt was. Maar ze hebben nu nog meer gemaakt. Zo hebben ze de bek eindelijk gemaakt van de gorilla. Hebben ze ook het poppetje gemaakt in de Hawaii-scène die op en neer gaat. En helaas is er wel één animatronic kapot in de Afrika-scène. Die gaat niet meer naar beneden op het moment dat de gorilla gromt. Dus daar moet nog even naar gekeken worden. Er is wel nog iets leuks verschenen, want afgelopen week zag ik foto's voorbij komen over een Carnaval Festival paspoort. Er staan alle landen in waar je naartoe kan en aan het einde als je de attractie uitgaat krijg je een stempel. Schijnt niet nieuw te zijn, schijnt al jaren in gebruik te zijn, maar komt eigenlijk bijna niet voor. En nu de laatste tijd wordt het weer iets meer ingezet, vooral bij kinderen die heel erg bang lijken te zijn en op deze manier toch een beetje gestimuleerd worden. Heel erg tof, heel leuk. Het is natuurlijk niet de eerste keer, want je kan ook bij de oude Tuffer een rijbewijs krijgen. En ook als je in de Python gaat, kan je ook een Python certificaat krijgen. Dus zo zijn er heel veel dingetjes in de Efteling. Dan moet ik zeggen, het oude Tuffer rijbewijs is volgens mij nu niet. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. We laten de Carnaval Festival achter ons en we gaan naar Sirocco. Want vorige week meldde ik dat er een lamp kapot was. Afgelopen week hebben ze hem vervangen, dus dat hebben ze lekker snel opgepakt. En ook nog een dingetje bij Archipel, want Archipel is nu dus daadwerkelijk in onderhoud van 19 tot en met 26 maart. De weekenden uitgesloten, dan is die wel gewoon geopend. Maar blijkbaar is het allemaal een weekje opgeschoven.
Gaan we ook even kijken bij Kleuterhof. Die hebben ze nieuwe paaltjes neergezet aan het uiteinde bij Laplace. En waarschijnlijk hebben ze dat gedaan omdat ze hier netten in gaan hangen. En op deze manier kunnen de kinderen maar via één manier Kleuterhof verlaten. En kan je als ouder zijnde lekker op het terras zitten met je bakje koffie of weet ik veel wat. Gehaald bij Laplace. En dan vervolgens kunnen je kinderen nergens heen. En heb je goed zicht op waar ze naartoe gaan. Dus ik denk dat dat heel erg slim is. Ook hebben ze hier nieuwe wc-bordjes opgehangen richting de toiletten van Laplace. Nou, alleen de toiletten zelf nog, want die zijn echt spuuglelijk. En ze hebben ook het bord weer teruggeplaatst bij het kwartier. Ook viel me op dat je bij Toca Pagoda tegenwoordig nieuwe ijsjes hebt. En eigenlijk in heel de Efteling. Zo hebben we een soort Oreo ijsje. Hebben we ook een nieuwe Magnum. En ja, de sprookjesboom ijsjes, die zijn helemaal verdwenen. Want ja, dat mocht niet meer. Want dat zet de kinderen aan tot het eten van ijs. Ja. Ook nog een klein updateje vanuit Videoland. Want er zijn een aantal making-offs opgekomen. En de video van Max en Moritz zelf, die is helemaal verdwenen. En de making-off van Max en Moritz, die is ook verdwenen. Dus een beetje gek allemaal. Wel hebben ze ook weer een paar nieuwe sprookjesvideo's online gezet. Die stonden allemaal op YouTube, dus op zich niet zo heel veel bijzonders. Ja, dan gaan we eventjes terug naar Vogelrok. Want er zijn een aantal flyers verschenen afgelopen week. En ik moest er even induiken, want ik snapte het niet helemaal. Maar blijkbaar zijn er een groep fans heel erg boos over het feit dat er voormalig muziek in de wachtrij van Vogelrok weggehaald is. En dat je daar nu de wereld van Simba muziek op spelen. En er zijn flyertjes gemaakt dat ze dit specifieke muziekstuk kwijt zijn. En als je hem ergens vindt, dat je contact op moet nemen. Opmerkelijke en ludieke actie. Efteling geeft zelf aan dat ze er wel om kunnen lachen, zolang ze maar niks kapot maken, weet ik van wat. Ja, die flyertjes die waren blijkbaar te vinden bij de Vogelrok. Ik heb ze zelf niet gezien, maar ja, wel weer bijzonder. We gaan weer even een kijkje nemen in het Ruigrijk, want er is op heel veel plekken de mist terug. En er is iets geopend wat je niet heel vaak gaat tegenkomen. Ik begin in het Ruigrijk bij de Wensbron. Die zijn ze op dit moment aan het schoonmaken en natuurlijk halen ze ook alle muntjes eruit. Dus binnenkort gaan we weer te horen krijgen hoeveel geld er dit jaar in de Wensbron gegooid is. En dat gaat natuurlijk weer naar een goed doel en dat is natuurlijk alleen maar top. Gaan we ook nog een kijkje nemen bij de Halve Maan. Want hier hebben ze het bordje verplaatst zodat er minder valide ingang mee aangeduid wordt. Ook nog een dingetje bij Station de Oost, want hier hebben ze het toiletbord iets wat naar voren geplaatst zodat het wat duidelijker is dat hier een toilet zit. En op het moment van opnemen is er dus een brandalarm en is heel Station de Oost afgesloten. Er staan een hele berg met medewerkers buiten, er staan een hele berg BNV'ers buiten. Waarschijnlijk is het met de sissen afgelopen. Ik hoop het heel erg. Maar goed, dat is momenteel dus gaande hier in de Efteling. Toen ik daar stond, toen rook ik dus ook een onwijze vervlucht. En dat komt dus van die apenfontein af. En er stond een heel klein stukje zeil open, kon iets naar binnen kijken. Maar hier zijn ze dus mee aan de gang. En die zeil is dus echt daadwerkelijk weg. Dus het is heel kaal op dit moment. Ook nog een dingetje bij de Likkebaard, want hier was een nieuw sandwichbord verschenen. En niet een sandwich dat ze daar verkopen, maar een bord. Geen verwarring over ontstaan. En nog een klein dingetje bij de Python, want op het moment dat je uit het station komt en de eerste bocht door gaat, zit de tape op. Dus geen idee wat daar de bedoeling van is. We lopen iets verder en we zien dat ze ook klaar zijn met de werkzaamheden bij het kombuis. Dus dat ziet er weer heel goed uit. En bij Joris en de Draak zie ik eigenlijk niet zo heel veel gebeuren op het moment. Voor mij hebben ze ook pauze. Maar het enige beetje beweging wat ik zie is op de first drop. Dus ja, hier wordt nog aan gewerkt. En verder kijken we volgende week alweer. Wel wat nieuwe dingen bij de Vliegende Hollander. Want vorige week had ik dus helemaal niet gezien dat heel de straat open lag. Maar ze zijn nu bezig met netten spannen onder de wachtrij. Waarschijnlijk om te voorkomen dat jij onder de wachtrij door gaat kruipen. Volgens mij stonden er eerst ook allemaal hechtjes en zo, maar die gingen ook allemaal dood, dus dat werkte allemaal niet. Dus hier zijn ze op dit moment flink mee aan de gang. Ook hebben ze die lamp verwijderd die vorige week helemaal kapot was, dus ja, hier zijn ze ook mee bezig. Hebben ze ook de steiger weggehaald onder de lifthill. En er zit nog iets naast de Vliegende Hollander, een of andere houten kar. En hij is bijna nooit open, maar afgelopen week was hij dus wel open. De slushpuppy car. Ja, je kan hier dus af en toe eens een slushpuppy halen. En je weet wanneer de zomer eraan komt als de slushpuppy car weer een keer open gaat. Maar nu komt dus wel het beste, want alle rook is ook weer terug in de Efteling. Blijkbaar zijn alle problemen afgerond, want zowel in Droomvlucht als bij Vliegende Hollander als bij Bron 1898 is alle rook weer teruggekeerd. En dat is natuurlijk heel erg mooi, want dat doet weer echt ja, veel meer aan het hele effect. En bij Bron zijn er nog wat meer dingetjes. Want zo hebben ze nieuwe deurvangers geplaatst, maar als je de eerste voorshow ingaat, is er ook een balk los in de wachtrij, dus daar moet wel even naar gekeken worden. En gaat Bron toch weer in onderhoud. En dit keer gaat hij één dag in onderhoud op 27 maart. Of het dit keer wel echt doorgaat, ja of nee, ja, dat gaan we even aankijken. Maar goed, we gaan het zien. En laten we nu gauw doorgaan naar het andere rijk. Dan gaan we toch echt weer even kijken bij Dans Macabre.
Goed, Nans Macabre, laten we daar weer eens over gaan praten, want ook daar is deze week weer heel veel gebeurd. We hadden die zuil, waar dat die kat waarschijnlijk op gaat komen, en er zit een inhammetje in met gaas. En het lijkt er een beetje op alsof hier een speaker gaat komen, maar op de concept art zien we ook dat hier een lamp komt. Maar hier gaat dus die kat op komen, en het zou natuurlijk ook zo kunnen zijn dat hier een speakertje in komt en dat die kat geluid gaat maken. Dat zou natuurlijk wel heel erg tof zijn. Ook is er een silo verplaatst, die staat nu iets wat voor die zuil, dus je kan het iets minder goed zien. En natuurlijk gebeurt er nog veel meer aan de achterkant, want hier zijn ze een nieuwe muur aan het metselen. En er komt ook een poortje in. En we zien ook dat er een pad komt aan de achterkant. Dit wordt naar verluid back of the house, maar het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat dit chicken exit wordt. Lijkt me dat zeer onwaarschijnlijk. Nou zag ik dat ze aan de andere kant van het gebouw, op het oude heksenpad, druk bezig waren in de bosjes. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je bij de ingang gewoon een U-bocht maakt en weer teruggaat naar waar je vandaan kwam. Dat zou een heel stuk logischer zijn. Nou, ze hebben heel veel nieuwe beplanting aangebracht, overal nergens. Dat moet natuurlijk nog een klein beetje groeien. En ze hebben ook een nieuw pad aangelegd ter hoogte van Max en Moritz. En hier lijkt ook een nieuwe poort te komen, want er zitten van die stalen buizen. Dus even kijken wat hier gaat gebeuren. Het grappige is dat muurtje helemaal aan de achterkant stond blijkbaar op de concept art. En dat geldt eigenlijk ook voor het nieuwe inhammetje waarvan ik niet wist wat het was. Als je heel goed inzoomt, dan zie je dus tussen de bosjes iets zitten. En dat zal waarschijnlijk dat zijn. Ook nog een andere foto afgelopen week dat de vloer nat was. Dus ja, dat is wel apart. En Heijmans, de aannemer van Dans Macabre, schijnt klaar te zijn. Ze zijn begonnen met het weghalen van de bouwketen. En deze hele rij bouwketen die hier staan, die gaan allemaal weg. En aan de andere kant, de hoogte van Max en Moritz, die blijven dan staan. Dus ja, dat ze hier klaar zijn is natuurlijk heel goed nieuws. En alles gaat zich nu vooral richten op de binnenkant en het buitengebied. En we konden afgelopen week ook een heel klein beetje naar binnen kijken. Als we aan de achterkant bij Fabula staan, zien we dus dat hier een opening zit in de muur. En s'avonds als het donker is, kan je soms eens een beetje naar binnen kijken. Nou zie je over het algemeen heel veel stijgers, maar er waren een paar mensen die hadden wat foto's en video's gemaakt waardoor je iets wat kon zien. Zo zien we de allereerste bogen zitten die daar in die zaal komen en zien we ook iets wat op een raampje lijkt. Ja, heel erg tof. Je kan er niet heel veel mee, maar het is wel heel gaaf. En dat betekent dus dat binnen decoratie ook echt al een heel deel aangebracht is. Ik ben heel benieuwd hoe dit eruit ziet. Viel trouwens ook op dat hier een deel van de hekken weg waren aan de achterkant van Fabula. Dat zou waarschijnlijk tijdelijk geweest zijn, misschien moesten ze wel met verkeerde doorheen. Dat kan natuurlijk. En wil jij nou Dans Macabre vereeuwigd hebben, dan waren er natuurlijk al een paar mooie tatoeages van Bram Elstak. Maar hij heeft weer een nieuwe gemaakt van de Zwarte Kat. En ik heb natuurlijk vorige week uitgebreid over gehad. Heb je die video gemist, check hem even hierboven. Want wil jij die tatoeage van de Zwarte Kat? Nou, denk er maar eens even twee keer over na het zien van die video. Maar wel heel tof gedaan. We gaan even kijken bij de Piranha, want hier zijn ze ook lekker bezig. Vorige week waren ze bezig met de traptreders bij Inca Gijs. En hebben ze nu ook de muur geverfd en op sommige delen ook aangesmeerd. En dat schilderen hebben ze nu ook gedaan op het hele terras van Casa Caracol. Ze hebben alles even aan de kant geschoven en op sommige plekken ook aangezet. En dat zien we ook bij andere muren. Ook die zijn eerst dichtgesmeerd en die worden allemaal weer geverfd. En vorige week had ik het al over nieuwe kwijlbeelden en die zijn nu ook geïnstalleerd. Die staan op de plek waar je vroeger langs de twee watervallen ging, die om je heen gingen. Daar word je waarschijnlijk dus extra nat gespoten, wat eerst niet was. Er ligt ook nog een ander ding op de bouwplaats en dat is hetzelfde ding wat je bij de uitgang ziet hangen. Maar daar hangt hij nog, dus hij komt op een andere plek. Misschien komt hij wel op het punt dat je het gebouw verlaat aan het begin en word je daar ook nog eens nat gespoten. Zou natuurlijk zomaar kunnen. Ik heb ook nog wat laatste restpuntjes in Fata Morgana, want de hand staat weer recht van de man die de ezel duwt. Die stond een beetje in een scheve positie. En er liggen weer nieuwe ducaten bij de tijger. Stond natuurlijk al heel tijd zo'n rietenmand, maar ze hebben daar weer nieuwe ducaten in gegooid. Dus het ziet er weer leuk uit. En nu gaan we toch echt even een kijkje nemen buiten bij de Efteling. Want er gebeurt heel veel bij het entreegebied. En ja, dat is echt wat benoemen waard. Ja, die parkeerplaats dus. Laat ik nou eens even beginnen bij het begin, want er is heel veel gebeurd op de parkeerplaats. Afgelopen week is er een blogpost naar buiten gekomen over alles wat er altijd zat rondom de parkeerplaats en er zat wat nieuwe informatie in. Natuurlijk weet je het al lang, maar ze zijn heel druk bezig hier op de parkeerplaats. Zo zijn ze onder andere een tunnel aan het maken. Maar er is wel een reden voor, want Efteling Grand Hotel wordt gebouwd. Dat hotel wat hier in de Efteling moet gaan verschijnen, ooit. Maar omdat Efteling Grand Hotel ontzettend uitliep, zijn ze begonnen op de parkeerplaats. Je moet mensen toch bezighouden. Ze hebben het eerste gedeelte er helemaal uitgetrokken en daarna hebben ze ook nog het andere gedeelte eruit getrokken. En hier zijn ze dus ook begonnen met het bouwen van die tunnel. Want de mensen die naar Efteling Grand Hotel gaan, gaan zometeen via een andere route naar de Efteling rijden als de daggasten. Daggasten gaan gewoon via de Europalaan de parkeerplaats op en gaan of naar P1
of naar P2. Maar de mensen die in Efteling aan het hotel slapen, die gaan helemaal rondom de Efteling, over de Horst, over de Eftelingse straat en komen uiteindelijk aan de achterkant van Efteling uit en rijden hier het terrein op en komen over een rotonde en dan gaan ze dus richting de tunnel. Want ja, er komt hier een rotonde en die komt dus precies op het punt waar P1 en P2 samenkomen. Hier bij de kas. En er gaan nog veel meer doen, want er komen natuurlijk ook bredere parkeervakken, waar denk ik iedereen heel blij mee gaat zijn. En er komen ook speciale vakken voor caravans en campers. Je mag er wel parkeren, je mag er niet overnachten. Ook krijgen we kentekenherkenning, dat wisten we al een soort van, maar nu is het eindelijk bevestigd. Alleen de Efteling weet nog steeds niet wanneer het nou ingevoerd gaat worden. En dat is best gek, want die palen staan er al een paar maanden. Maar goed, hè, komt vanzelf wel. Op dit moment zijn ze bezig met de tunnel en in de volgende fase moeten er minder valide parkeerplaatsen gemaakt worden. Want die zullen waarschijnlijk zo dicht mogelijk bij de ingang geplaatst worden. Maar niet heel dichtbij, want het eerste gedeelte van de parkeerplaats gaat uiteindelijk parkeren worden voor Efteling Grand Hotel. Jij als daggast zal altijd een klein stukje verder op de parkeerpromenade geparkeerd worden. Althans, parkeerpromenade. Hij krijgt een nieuwe naam. Hij heet tegenwoordig Efteling Boulevard. Maar omdat die parkeerplekken zometeen voor Efteling Grand Hotel zijn, kun je hier ook niet meer je auto elektrisch opladen. Al die laadpalen zijn verscheept naar P2, de tweede parkeerplaats. En ja, die moet dus een stukje lopen als je met je elektrische auto komt. Er komen uiteindelijk nieuwe aanrijroutes en nieuwe looproutes. Hoe dat er precies uit is gezien, dat weten we nog niet. Want Efteling heeft geen visuals naar buiten gebracht. Dus we moesten het helaas een beetje zelf doen. Maar we zijn ook ontzettend met de namen bezig. Want laten we eventjes alles op een rijtje zetten. Je gaat naar de Efteling, maar de Efteling ligt in de wereld van de Efteling. Als jij je auto gaat parkeren, parkeer je auto in de wereld van parkeren. Ik heb die naam niet bedacht, hè? Uiteindelijk loop je over Efteling Boulevard richting het Huis van de Vijf Zintuigen, wat dan weer ligt in het Eiland van de Vijf Zintuigen. En in het Eiland van de Vijf Zintuigen vinden we ook Efteling Grand Hotel. Als alles zometeen af is, valt alles als een puzzel in elkaar. Maar op dit moment is dat nog heel ver weg, want er wordt nog flink aan gebouwd. Maar er is ook nog een ander dingetje. Mocht je het nou niet helemaal weten, ik zal je geheugen even opfrissen. In het Huis van de Vijf Zintuigen zijn ze natuurlijk al heel lang bezig met de infra compleet aanpassen. Er komen nieuwe wachtrijen midden in het gebouw waar je zometeen je ticket laat scannen. En dan wordt het dus waarschijnlijk sneller om het park te betreden. Want als het heel druk is, dan duurt het best wel lang om binnen te komen. Omdat er eigenlijk niet echt genoeg kassahokjes zijn. Er komen ook twee aparte wachtrijen voor de gastenservice. Eén voor abonnementen, één voor tickets en andere informatie. En er komt ook een nieuwe soort informatiekar in de Efteling te staan. Hier heb je onder andere een meetlat, want die mist natuurlijk al een tijdje. Kan je je kind meten en dan weet je gelijk of dat hij in de attracties mag, ja of nee. Kan je hier waarschijnlijk ook je verjaardagsbuttons halen, want dat zien we ook. En je kan hier ook informatie krijgen over weet ik veel wat. Dus ja, er staat heel veel te gebeuren hier bij het entreegebied van de Efteling. Op dit moment is het nog één grote zandbak / puinhoop. Maar als het zometeen helemaal af is, dan verwacht ik wel dat het echt heel erg netjes gaat worden. Het moet als goed is voor de zomer al deels klaar zijn. Maar ja, of dat gaat lukken, ja of nee, dat durf ik niet te zeggen. Want laten we eerlijk zijn, de zomer is niet zo heel ver meer weg. En hierbij kom ik al aan het einde van deze video. Vond je het nou een toffe video? Geef dan even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En ik ben ook wel heel erg benieuwd, wat denk jij van het hele nieuwe entreegebied van de Efteling? Al die namen, wat vind jij ervan? Laat het even weten in de reacties. En wil je nou nog meer zien over de Efteling? Check dan even deze video's hierboven. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.